Yeah! Come on! Dit is oprechte blijdschap die je ziet. Buongiorno jongens en meisjes, goed dat je kijkt naar Koning FIFA. Een likeje zou fantastisch zijn, een duimpje naar beneden mag ook, maar dan wil ik graag dat je even zegt waarom je een duimpje naar beneden hebt gegeven. Divisie 5 vandaag en natuurlijk weer tijd voor nieuwe challenges, onder meer van deze baas. Het is leuk om tegen je te spelen en de challenge is om een hat-trick te maken met mij in de spits. En natuurlijk is het weer tijd voor challenges die jullie hebben ingestuurd via YouTube in de reacties. Ik gooi er weer een aantal in de grabbelton, onder meer van Cibreno de Jong. Cibreno, ik vind het een hele leuke challenge. Jij zegt, gooi al je verdedigers in de aanval en zet al je aanvallers in de verdediging en probeer dan te scoren met Tommy Beugelsdijk. Die vind ik heel leuk, die gooi ik onder andere in. Nog veel meer, die gaan in de grabbelton. En ja, ik ga er daar natuurlijk eentje weer van uitvoeren. En de challenge van deze week, ik pak hem natuurlijk weer blind, is helaas niet die van Cibreno de Jong. Misschien dat hij straks nog voorbij komt, maar dit is Renno Welberg. Geef je spelers dan teamgeeststijlen. Vind ik een goeie, vind ik een goeie. Dan kunnen we toch nog ons team een beetje upgraden namelijk. Dankjewel Renno voor deze challenge. Misschien dat een aantal er al eentje heeft, of is het echt allemaal basis? Nee, het is allemaal basis. Basis teamgeeststijl. Even kijken. Kijk, Luc de Jong is al ver uit mijn beste speler, dus ik denk dat ik dan liever Vincent Janssen er eentje geef. Laten we zeggen Vincent Janssen, Hendriksen en Tommy Beugelsdijk. Om daar even mee te beginnen. Drie spelers in de as, die ik wel vaak opstel. En die allemaal wel een kleine upgrade kunnen gebruiken. Even kijken, teamgeeststijlen. Ja, de prijs maakt niet zo heel veel uit. We hebben op zich genoeg geld om te besteden. We zouden er ook eentje voor de Rome kunnen kiezen natuurlijk. Doen we dat? Die is wel goed. Maar hier snelheid, verdediging en fysiek. Ja, dat is ook wel ziek. Voor Hendriksen kies ik voor krachtpatser. Hij is natuurlijk al verdedigend vrij sterk. Hij moet het voor mij een beetje doen als controleur. En in zijn passing is hij ook goed. Ja, je kunt ervoor kiezen om juist die dingen waar hij niet goed in is, om die te upgraden. Maar ik kies in dit geval eventjes voor gewoon echt een rots in de branding op het middenveld. Dus deze geef ik aan Hendriksen. En voor Vincent Janssen tot slot de maestro. Ik kom van 250, had ze flats. Alles een klein beetje omhoog daar. Ja jongens, jullie weten dat ik geen pakketjes koop, maar ik heb heel veel reacties gehad waarin mensen zeggen, ja, voltooi je in elk geval gewoon alle managers taken, dan krijg je gewoon een goud pakketje. Dat vind ik heel slim. Er moeten nog heel veel dingen voor gebeuren, maar één ding is dat je een conceptspeler toevoegt. Dus dat ga ik maar even doen en dat ga ik nu doen. Hij is trouwens ook 70. Best netjes. Snel man. Dat wordt een basisspelertje hoor. Acties. Spelers scouten op de transfermarkt, zo gaat dat. Kevin Dix, het was een leuke battle trouwens. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Laat even weten wat jullie daarvan vonden. Hadze Flats, jongens, weer een managerstaak volbracht. Kevin Dixie zit in het team en dat wordt ook een basisspelertje, want hij is gewoon beter dan Hatenboer. Ik weet het, Hansie, ik weet het, Hans Hatenboer. Ik moet met jou een hat-trick maken in de spits, maar op de rechtsbackpositie, daar komt Kevin Dix toch even als eerste keus. Goed jongens, dan is het nu helemaal tijd. We hebben alles gedaan wat ik wilde doen. We gaan nu gewoon spelen. Op zoek naar onze eerste tegenstander van deze nieuwe aflevering. Divisie 5. Oh, het is een ziek team, jongens. Een heel ziek team. Thiago Silva, David Luiz, ja, dan heb je al een heel lekker centrum achterin. Neymar, 88. Douglas Costa, Hulk. Veel Brazilianen, alleen maar Brazilianen. Veel technische spelers, wilde ik zeggen. Dit wordt op papier een lastige pot. Maar heel veel succes. Nee, Hamselaar meegeven, de Jong die moet eigenlijk 1-0 zijn. De aanname is net niet lekker. En Diego Alves kan de bal pikken. Maar deze gozer moet ik gewoon hebben. Ik voel gewoon dat ik beter ben. Hij heeft zelf nog weinig laten zien. Ondanks een goede team. En ondanks een goede verdediging moet ik deze gast toch wel kunnen verschalken. Oh, Ren Douglas Costa Beugel staat hier wel even aardig uit. Dan toch een trucie. Neymar, ja, het is wel 1-0. Nee, lat. Dan kom ik dan wel even goed weg, alsnog. Weer een lat. Oké, lijp moment. Zijn eerste gevaar. Beugelsdijk was even niet opgewassen tegen de snelheid van Douglas Costa. Dan zie je dat ik ver naar voren sta. Maar, komt wel goed. Maar net. Hulky. Maar goed meegegeven. Brenet, lekkere aanname, jongen. En dan met
Thiago Silva. Brenet doet dat uitstekend. Thiago Silva slecht verdedigd. Brenet is weg. Met Ramselaar nu. Oh, wat een slechte paas van Ramselaar. Maar dan, voor. Goed doorgebikkeld. Voor dan maar zelf. Voor goal. 1-0. Wees genoeg. Ja! Kom op, Naf, jongen. Tete heeft zin in een avontuur. Voor. Dix. Goede aanval. Dix. Wil de voorzet geven. En dat mag nu alsnog. Dix. Goede voorzet ook. Heel gevaarlijk. Goede actie van de debutant. Maar het blijft wel 1-0. Goed, dan gaan we. Tweede helft. We willen gewoon die drie punten bijschrijven. Dat is het allerbelangrijkste. Als het 2-0 wordt, dan ga ik Hatenboer de spits in gooien. Ah, wat is dit? Dit is keer? Hoe hij hem voor zijn voeten kreeg? Henriksen. Voor. Jansen. Kies positie. Krijgt hem nu. Nee, dit is De Jong. De Jong. Jansen, Maher is dit. Maher, 2-0. 2-1, pardon. 2-1. Gevoelsmatig 2-0. Omdat zijn doelpunt zo uit het niets kwam. Dit is een lekkere paas, zeg, van De Jong. Ik had niet verwacht dat hij zo lekker in de lopen mee zou komen. Dat hij hem zo goed aan zou nemen, Maher. Maar... Niet zoveel lullen, man. Goed gedaan door Tete weer. Jansen heeft op links heel veel ruimte. Wat een paas van Maher, zeg. Oh, keepertje let goed op, maar hij is nu uit zijn doel. Ga ik het proberen? Nee, ik ga het niet proberen. Ramselaar. Kijk, als ik nu tot een doelpunt kom, dan krijg ik me gelijk. Want de meeste van jullie zouden waarschijnlijk hebben gezegd, waarom schiet je niet gewoon Ramselaar? Gaat geen lucky. Ik krijg heel lucky, maar wel me gelijk. 3-1. Maher. Voor, waar is Hatenboer? Voor de goal, neem ik aan. Voor, dit is De Jong. Dit is Henriksen. En dit is Hatenboer. Ja, dit is zeker Hatenboer. Afschermen, heel goed. Hatenboer. De actie was prima. Ramselaar dan maar. Ramselaar, verre hoek. Oh, goed gekiept. Goed gekiept. Ach, oh, kut. Ik vergeet het de hele tijd. Maher. Oh, nee. En nu is de keeper uit zijn doel. Ja, Eloy Rome, dat weet hij ook. Maar dat lost hij niet goed op. Kijk, Brenet, die legt tegen bijna niemand af hoor, op snelheid. Brenet, maar ja, die hattrick voor Hatenboer gaat niet meer komen. Dat is sowieso een challenge van heb ik jou daar. Ik vind het wel leuk bedacht, Hans, maar echt makkelijk is die niet. Maar goed, daar zijn de challenges voor. Als ze makkelijk zouden zijn, dan zouden het niet echt uitdagingen zijn natuurlijk. Nou, het is klaar, deze wedstrijd. Oh, ik dacht bij het spel. Fuck. Dat die grens zag plakken. De Jong dan nog even 4-1, jawel. 4-1. Ik dacht dat het wel bij het spel was, maar prima aanval. Goed jongens, easy pot net, de eerste van deze aflevering. Was het 4-1 nog uiteindelijk geworden. Ik was benieuwd, Luc De Jong heeft er toch weer een paar in liggen. Ik dacht van, ah, die is met afstand de topscorer van de club. Maar nog steeds Rubio Rubin, de spits die ik vanaf het begin heb gehad. Die heeft er nog steeds 2 doelpunten meer in liggen dan De Jong. Het gaat niet heel lang meer duren, denk ik, voordat Luc hem inhaalt. Ik heb een contractje gekocht voor Navarone 4. Ik ga een selectietrainingje doen voor de conditie. Iedereen weer lekker fit. En voor de oplettende kijker. Ik heb geen snoertje meer in de controller. Die is ook helemaal fit. Helemaal opgeladen. Ik ben opgeladen. Even kijken. Dit is een team dat ik moet kunnen hebben. Zijn aanval is wel grappig met Eto'o, Nani en Quaresma. Ze spelen allemaal in Turkije natuurlijk. Hoe heet hij nou? Ik kom even niet op zijn naam. Die Portugees op mid-mid. Marijles met zijn lange baard. Verder een team... Dat ik moet kunnen hebben. Dit moet gewoon de wedstrijd zijn waarin ik doorstoot naar de 9 punten in divisie 5. Brenet, goede actie. Achterlijn gehaald. Met links voorgeven. Oeh, jammer. Cornertje voor het battleteam. En nog steeds in het Eloy Rome hoekschop. Ik ben echt ontzettend dom. Dat ben ik gewoon weer vergeten. Ik denk, ik heb aan alles gedacht. Henriksen, schiet maar een keertje van afstand, jongen. Henriksen. Oh, Veerman, de doelman, heeft het er nog lastig mee. Jansen, mooie dragback. Schitterend. Achterlijn gehaald, nu terugleggen. Oh, dit is een mooie goal als hij erin gaat. Hij gaat er niet in. Oh, hij zit er allemaal onder. Tete. Voor. Henriksen schitterend weggedraaid. Tuurlijk, Maher. Dit is schitterend gevoetbald. Ramselaar, Henriksen, Jansen. Tuurlijk, gewoon doortikken op Brenet. Buitenkant gevonden. Weer terug op Jansen. Ja, ook dat is goed. Die wil hem weer voor zijn linker hebben. Nou, dat kan nu. Lange hoek, goal. Nee, goede redding van Veerman. Dat is een prima Duitse doelman. Van, wat is het, 81 of zo, zoiets. Zie je ook vaak bij Ultimate Team Draft. Maar her, dit is goede actie. Henriksen, er tussendoor, geen strafschop. Het leek er wel eventjes op. Voor. Dix. Paas geblokt, maar alsnog
Ramselaar in balbezit. Hendriksen de Jong, Hendriksen loopt door. Nu moet het eigenlijk 1-0 zijn, maar Wendel zit ertussen. En dus nog steeds 0-0. Terwijl we echt drie klassen beter zijn dan deze opponent. Maher, ruimte op rechts nu voor Dix zou je zeggen, maar de Jong snoept die bal eventjes voor zijn neus weg. Dix, dit is een rustige aanval, maar wel een hele goede aanval. En dan ineens veel ruimte. Maher, als in een goal is, is het een mooie goal. Voor, het is net over. Dit was een hele goede aanval over veel schijven. Voor, ja, ik mag die bal nog niet verliezen met Rome uit zijn doel. Rome is nog steeds uit zijn doel. Nani, ja, die gaat het straks van afstand proberen, dat kan niet anders. Daar kun je op wachten. En dit is een dramatische poging, maar ik ben bang dat ik nu rood pak. Ik moest wel, ik wilde geel, gelukkig. Dit is echt een van mijn eerste kaarten in de hele serie. Voor degenen die hebben opgelet, volgens mij heb ik één gele kaart gepakt helemaal aan het begin. En dat is het gewoon. Dat was het gewoon. Ik pak bijna nooit kaarten, maar nu, omdat ik nog steeds die Rome als corner specialist heb, moest ik het even doen. Rome uit zijn doel. Nani wil van afstand schieten. Oh, Wendel. Voor, moet sterk zijn, moet sterk zijn. Wat is dit nou? Wow, dit was een goede goal, dat moet ik toegeven. Goed scheids, goed dat je geen overtraining geeft. Dit is 4 tegen 3, dat moeten we uitspelen. Jansen gaat diep. Ah, dit is zo slecht, Koen, alsjeblieft. Dit is nou echt slecht. Hier moet ik veel meer uithalen. Oh jongens, wat een schitterende aanval. Dit moet gewoon raak zijn dan. Voor Maher, wat een aanval. Ja, nee, wat de f***. Wat doet hij met links? Maher, Jansen met je laatste actie. Tuurlijk, doe het Jansen met je laatste actie. Weer die ongelofelijke keeper. Wat is dit nou, man? Hoeveel 1 opeens mag ik missen? Ziek verdedigd, ziek verdedigd. Kom op, Robin. Met alle kracht die je hebt. Lekker sterk, jongen. En dan naar rechts, tuurlijk. Maar ze moet hangen. Ja! Come on! Ja! Come on! Dit is oprechte blijdschap die je ziet. Zo verdiend. Rubio Rubin. Hij bewijst het toch, de clubtopscorer. Lekker Brenet. Rubio. Naar Brenet weer. Stoot maar gewoon door. Niemand die lastig kan vallen. En dan Maher. Yes, man. En alsnog weer ja, die kutkeeper, maar yes. Bam. Dit is nou echt verdiend, jongens. Ik had zoveel kansen al gehad. Heerlijk. En hij boekt hem. Ha, later. Triest figuur. Oh, weet als ik nu mijn munten niet krijg, mijn punt. Je maakt soms gekke dingen mee. Ja, dit gaat je alleen maar munten kosten, jongen. Dom, hier, winst. 2-1. 700 muntjes erbij. En doorstoten. Pssst. Goed, je ziet het. 16 van de 18 managerstaken voltooid, jongens. Daar wilde ik eventjes op letten. Ik heb allemaal dingetjes gedaan waardoor ik nu nog maar 2 managerstaken hoef te doen. Ik heb een speler aangeboden op de transfermarkt. Ik heb een selectie gebouwd, een tweede selectie. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb, we kunnen het hier allemaal zien, een leenspeler gecontracteerd met Neymar. Laat in de reacties even weten of jullie vinden dat ik met Neymar mag spelen. Want zelf wil ik het eigenlijk het liefst doen met alleen maar spelers waar ik tegen heb gebatteld. Al dat soort dingen heb ik nu gedaan. Nog 2 wedstrijden moet ik spelen. Eentje in een toernooi en eentje tegen het team van de week. Dat ga ik in de volgende aflevering doen. Dat wordt dus een soort special aflevering. En dan heb ik eindelijk een goud pakketje. Ja, dat is toch iets leuks. Toch iets leuks, jongens. Want verder doen we natuurlijk hartstikke droog. Alleen maar met divisies, divisies, divisies. Ja, nu pak ik toch even mijn andere team, denk ik. Hè? Selectie kiezen. Hop. Koningen. FIFA Koningen. Ga gewoon spelen, jongens. De laatste wedstrijd van deze aflevering nemen we Neymar mee. Nee, nu nog niet. Jullie moeten dus even laten weten in een reactie wat jullie daarvan vinden. Mag ik Neymar wel of niet opstellen? En onze tegenstander Deutsch FC. Met het logo van Levante. Shirtje van Real Madrid. En dit is een Bayern tenue. Ja, dat vind ik kut. Ah, dit kan wel. Dit kan. Daar gaan we. We gaan kijken naar zijn team. Het is een Bundesliga team. Aardige spelers. Wel lekker snelle voorhoede. Goed middenveld, die Jalanoglu, dat is natuurlijk een echte vrije trappenspecialist. Defensie is ook wel lekker, vooral veel kracht. Ja, en dat soort keepers. Oh jongens, wat had ik het net moeilijk met Veerman op doel. En dit is Leno, die is nog net weer even wat beter.
Chicharito of Beugelsdijk. Nou, dan weet je het wel. Ramselaar voor. Dit is goed. Jansen, doe het. Jansen. Oh, wat een goal, jongens. We zitten gewoon in. Vincent Jansen. Gefeliciteerd, jongen. Maar ja, wat een schitterende aanval. Ramselaar, tuurlijk. Die maakte altijd wel zijn kansen. Maar zo één per twee kansen maakt hij wel af. Bartje Ramselaar. Jansen. Oh, gaat hij dan toch nog scoren? Meegeven natuurlijk aan de Jong, dat is de betere optie. De Jong, korte hoek, dit moet raak zijn, het is raak. Het is 3-0, easy, Jantje voor rust. Hatenboer, ja, ik hoop dat hij nog de gelegenheid krijgt om er 3 in te prikken. Misschien dat deze gast het wel voor gezien houdt. Dat zie je natuurlijk ook vaak bij 3-0. Nou ja, blijft, dat is mooi. Hatenboer, welkom in de ploeg. Alle bal op jou, jongen. Dat sowieso. Hatenboer voor de 1-2, Maher. En dan Henrikse Hatenboer, geen bij het spel. Ja, hij kan hem afleggen, maar hij wil hem natuurlijk zelf maken. Hatenboer voor de hattrick, dit is de eerste. Ja, het is de eerste, het is een hele lelijke goal. Maar daar gaat het niet om. We gaan toch richting die challenge. Oké, dit is een veelbelovende aanval. Maher, Henriksen, Hatenboer is weg. Hatenboer is los. Hatenboer. Naar zijn rechter. Hatenboer. Oh, jammer, 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 jammer. Oh, weer die TT. Het is echt niet te doen, jongens. Oh, Hatenboer, daar gaat hij. Over de aanname. Oh, Hatenboer, hij is erdoor. Lange hoek. Oh, met links. Hansi Hatenboer, wat een goal, jongens. Misschien dat hij even met zijn hand in de broek gaat. Ja, ik snap het met dit spel van mij. Ik snap wel dat hij daar een beetje opgewonden van raakt. Namelijk. Of is het heel fout om te zeggen? Ja. Oké, we gaan door. Oh, hij peert hem gewoon. Dat is ook niet de eerste keer. Nou, Hatenboer, doe het dan maar. Hatenboer, Hatenboer. Ja, jullie gaan me nu heel hard uitleggen en terecht. Maar weet je, kijk, hij doet niks meer. Ik vind het jammer als ik challenges op dit soort manieren moet gaan halen. Maar weet je, I don't give a shit. Oh, hij is er weer. Huh? Kut. Oh nee, dan heb ik dus net de kans om zeep geholpen. Ah, dat verzin je toch niet? Of is er niet? Hij is er wel. Hatenboer, doe het dan maar. Hatenboer, doe het! Ja! De lelijkste goal aller tijden komt op naam van Hans Hatenboer. Maar wat geeft het? Challenge gehaald. 3 overwinningen. Oh, wat een heerlijke. Van dit soort afleveringen leef ik, jongens. Hier word ik blij van. Ah, hier word ik blij van. Hatenboer voor zijn 4e, jawel. Golazo! Oh! Jansen inmiddels. Maar... En nu peert hij hem wel nog. Oké, aju. Jongens, ik zeg jullie ook aju. Bedankt natuurlijk weer voor de challenges. Hans natuurlijk zelf, heel erg bedankt. Jongens, ik hoop dat jullie hebben genoten. 3 overwinningen, 1 vechtwedstrijd, 1 7-0. Jullie hebben alles gekregen wat je wil. We stomen door. Volgende aflevering gaan jullie me dan zien in divisie 4. Ja, misschien wel. Ja, de laatste aflevering. Nee, dat gaat net niet lukken trouwens. Dat gaat net niet passen. Nee, dus volgende week, volgende aflevering, divisie 5. Laat een duimpje achter. Omhoog heel graag. Omlaag mag ook. Laat weten waarom. Abonneer natuurlijk op Koning FIFA. Ik zie je de volgende keer weer. Vrijdag weer in bed met een profvoetballer. Ik praat weer veel te lang. Adios!